Kinepolis had een uitdagende eerste jaarhelft met minder bezoekers dan verwacht door een slecht blockbusteraanbod. De lange staking in 2023 in Hollywood verhinderde een terugkeer naar het rijke filmaanbod van voor de pandemie. Maar Kinepolis gaf aan dat de verbetering op komst is. Sinds juni is er een kentering begonnen, dankzij het succes van Inside Out 2 en Deadpool en Wolverine. Er staan tal van grote releases gepland voor de herfst, waaronder het lang verwachte Joker: Folie à Deux, Gladiator 2 en Moana 2. De omzet daalde in de eerste jaarhelft 2024 met 14,9% jaar op jaar en ook de EBITDA, de bedrijfskaststroom, daalde. Maar toch was onze analist Guy Sips aangenaam verrast door de vrije kasstroom van €12,5 miljoen. Tijd om even in te zoomen op Kinepolis en daarvoor hebben we Guy hier bij ons. Welkom Guy en bedankt om tijd vrij te maken voor ons. Dank u Filip dat ik hier mag zijn. We hebben een eerste vraag. Waarom staat de beurskoers van Kinepolis nog op het niveau van 2015? Dat zal direct met de deur in huis vallen, hè, Filip, inderdaad. En ik denk dat je daar even naar de grafiek van Kinepolis moet kijken en wat er ondertussen allemaal gebeurd is. Inderdaad, hè, we staan op het niveau van eind 2015, maar tot 2014-15 was Kinepolis eigenlijk een free cashflow machine. De cashflow die ze genereerden, gebruikten ze voor dividenden en voor inkoop eigen aandelen. En in 2014, 2015 heeft het bedrijf het geweer van schouder veranderd en zijn ze acquisities beginnen doen. In mijn ogen een zeer interessante acquisities. Bijvoorbeeld de Wolfgroep in Nederland. Dan zijn ze ook in 2017 hebben ze een heel grote overname gedaan in Canada met Landmark. En in 2018 hebben ze hun eerste grote overname gedaan in Amerika met de MGR-groep. En natuurlijk, in 2019, ja, enkele maanden na de grote acquisitie in de US, was er de coronacrisis met dan de gevolgen van de sluiting van alle cinemacomplexen tot gevolg. Dat zorgde er natuurlijk voor dat Kinepolis een heel moeilijk 2019-2020 had. En dan hadden we ook vorig jaar en zelfs nog een beetje dit jaar, net zoals je in de intro aanhaalde, de gevolgen van de Hollywood-staking in 2023. Maar zoals je terecht aangaf, vandaag zien we de eerste lichtpuntjes aan de horizon en we verwachten een goed tweede jaarhelft 2024. Nu, belangrijk is ook om eens te kijken Kinepolis voor de pandemie en Kinepolis na de pandemie. En dan zien we eigenlijk dat er vandaag 15% tot 20% minder bezoekers zijn als we 2023 vergelijken met 2019, maar wel dat de omzet quasi gelijk is. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat de bezoekers die naar Kinepolis komen, dat die meer spenderen en ook dat die bereid zijn om hogere ticketprijzen te betalen. De cinemasector, is dat niet stilaan een langzaamaan stervende sector? Oh, Filip, deze discussie hebben we denk ik al 20 keer gehad. Hè. De eerste keer toen de video er kwam, hè, gaat cinema niet lijden dan onder de videocassettes. Dan kwam pay-tv en dan kwam video on demand. Allemaal zaken die inderdaad ertoe geleid hebben dat mensen misschien wat minder naar de cinema gaan, maar geef toe, naar de cinema gaan is en blijft nog altijd een aangenaam avondje uit. En als je het vergelijkt met, neem uw vrouw, dochter of vriendin mee naar een avondje uit, de cinema blijft nog altijd het goedkoopste avondje uit dat er is. En voor mij ook belangrijk is om te weten wat grote spelers, zoals de Sony, de Warner Bros., hoe dat zij daarnaar kijken. Een aantal jaar geleden probeerden zij hun video-on-demand platformen te promoten door grote blockbusters misschien van de cinema weg te houden en wat men noemt de theatrical window over te slagen. Vandaag zijn ze echt wel helemaal daarop aan terugkeren. Ze zien dat films waarover gesproken wordt, dat dat echt wel de films zijn die, ja, die in de cinema eerst hebben gespeeld. En ik denk dat ook de visie van andere spelers, zoals een Netflix, een Apple, een Amazon, zij zijn nu ook films aan het maken en heel wat miljarden aan het investeren in films die ook eerst in de cinema's te zien gaan zijn. Ook belangrijk is een enquête die recent is geweest en dat die aangeeft dat als de content er is, dat dan mensen van alle leeftijden bereid zijn om echt wel de stap naar de cinema te zetten. Maar ik geef grif toe, Kinepolis is en blijft zoals een restaurant dat geen controle heeft over zijn menukaart. Als de films er niet zijn, de kwaliteitsfilms moeten er zijn en dan zullen de mensen wel naar de cinema terugkeren. Met één belangrijke nuance, mensen eisen topkwaliteit. Ze willen niet meer op een hard stoeltje gaan zitten om naar een scherm te kijken dat flikkert. Nee, ze willen topkwaliteit qua beeldscherm, qua projectie. En ik denk dat daar Kinepolis op alle vlakken echt wel meespeelt en de beste cinema-operator wereldwijd is. Ze hebben in quasi al hun zalen laserprojectoren van hoofdzakelijk Barco. Ze hebben IMAX, heel wat IMAX-schermen. Ze hebben laser ultra van Barco. Ze hebben topkwaliteit qua stoelen. En ook, we zien dat zijn nieuwe trends die ze uitgetest hebben in Canada en de US. Zoals de recliners. Dat zijn eigenlijk stoelen waarop dat je uitgebreid kan liggen, zoals je thuis naar een video zou kijken. Dat ze die ook naar Europa gaan overbrengen. En ik denk ook heel belangrijk, hè, Kinepolis. Ja, je moet maar eens in een Kinepolis proberen te gaan zonder door de snoepcorner te lopen. Het lukt u gewoon niet. En eens je in die snoepcorner bent, probeer daar maar eens minder dan 5, 6, 7 euro te spenderen. Ook dat is mij nog nooit gelukt, maar dat kan ook aan mijn 11-jarige dochter liggen. Okay. Volgende vraag. Wat maakt Kinepolisgroep anders dan de andere cinema-uitbaters? Ja, want wij zouden denken dat de cinema-uitbaten dat eigenlijk een heel eenvoudige business is. Zeker als we naar Kinepolis kijken. Maar niks is minder waard. En de cinema uitbaten, dat is en blijft hard werken. Maar ik denk dat Kinepolis wereldwijd 3 parameters heeft. Enerzijds, ze zijn de beste cinema-operator, wereldwijd. Ze zijn de beste marketeer, maar ook heel belangrijk, en dat zeker voor aandeelhouders, ze zijn de beste real estate manager. En een van de punten die ik ook wil aanhalen is het management van Kinepolis. De families van boven Kinepolis hebben x aantal jaren geleden beslist om dat niet zelf te gaan doen, maar wel een professioneel management hun activiteiten te gaan runnen. En ik denk dat je het een beetje moet zien op de beurs. Ofwel doe je het een beetje à la Lotus Bakeries. Daar hang je als investeerder je karretje achter de familie, wat heel interessant kan zijn. Ofwel doe je het zoals Kinepolis. Daar gaat de familie beslissen om topmanagers aan te stellen en die het te laten runnen en neemt de familie een stap terug. Maar een beetje van de twee doen, hè. Je kan niet half zwanger zijn, dat lijkt mij een slechte strategie. Wat ook Kinepolis anders maakt dan andere cinema-uitbaters, is dat zij wereldwijd 53% van de stoeltjes waar mensen op zitten, dat zij die in eigendom hebben. Dus ze hebben heel veel van het vastgoed is in bezit van Kinepolis. In Europa hebben zij bijna 80% van het vastgoed in eigendom. In Canada is dat bijvoorbeeld quasi niets, omdat daar die cinemacomplexen geïntegreerd zijn, bijvoorbeeld in shoppingmalls. Maar ook de acquisitie die zij gedaan hebben in de US is van complexen die zij hoofdzakelijk in eigendom hebben. En dat maakt Kinepolis veel anders dan andere cinemagroepen. En dat maakt dat, ja, als we dat kijken op de EBITDA, laat ons dat de bedrijfskasstroom noemen, dat ja, meer dan 1 euro per bezoeker eigenlijk er extra bijbrengt. Maar zelfs dan, als je die ene euro er zou voor corrigeren, zelfs dan is Kinepolis nog altijd beter dan alle andere cinemagroepen die we wereldwijd kunnen analyseren. En dat heeft ermee te maken dat Kinepolis jaarlijks wat wij noemen de 5%-oefening doet. Kinepolis roept elk jaar al zijn managers bij elkaar en zegt van kijk, als nu, stel dat volgend jaar het aantal bezoekers met 5% zou dalen. Zorg ervoor, door mij een plan in te dienen, dat uw winstgevendheid nog altijd gelijk blijft. En dat kan zijn door ofwel kostenefficiënter te zijn, ofwel door extra inkomsten te genereren. En een van de zaken die daar bijvoorbeeld een aantal jaar geleden uitgekomen is de cozy seating. He, je kent dat wel. Dus je krijgt een beetje meer beenruimte. Je hebt een tafeltje om je tasje op te zetten. Je kan gezellig met je vriendin wat dichter naast elkaar zitten zonder de armsteun. Mensen waren daar bereid om daar meer dan €1 extra voor te betalen. Een heel eenvoudige ingreep, gewoon een aantal stoelen die ze moesten veranderen. Een heel korte paybackperiode. Maar dat zijn de zaken die Kinepolis continu uitrolt. En die er ook voor gaat zorgen dat in de toekomst er extra inkomsten kunnen nog gegenereerd worden. Ik denk maar bijvoorbeeld aan het aanbieden van sushi, om een voorbeeld te geven. Dat is iets waar bijvoorbeeld over kan gedacht worden of waar Kinepolis mee aan het experimenteren is. Oké, boeiend. En dan de hamvraag natuurlijk. Waarom nu Kinepolis kopen? Ik denk dat je het in je intro al goed hebt aangehaald, Filip. Ja, je moet een paraplu kopen, niet als de zon schijnt, maar als het regent. Ik denk dat dat een goede samenvatting is. We hebben een eerste half jaar achter de rug dat snel mag vergeten worden. Maar ja, voor Kinepolis, de regen gaat eraan komen. Regen is ook altijd goed voor Kinepolis trouwens. Mensen gaan graag naar de film als het meer regent. Maar het filmaanbod, nog belangrijker voor Kinepolis, ziet er echt wel heel goed uit in de tweede jaarhelft. En als analist gaan we dan ook proberen dat met data te staven. We hebben maandelijkse data, zowel uit Frankrijk als uit Canada en de US. En de data van Canada en US gaan we dan extrapoleren naar de cinemas van Kinepolis. De data van Frankrijk gaan we dan gebruiken voor de complexen die ze hebben in Spanje, Frankrijk, België en Nederland. En bijvoorbeeld, Kinepolis, zijn grootste concurrent in Canada, Cineplex, die gaf aan dat in augustus voor de eerste keer de omzet hoger was dan voor de pandemie. En ook hoger dan vorig jaar. En je moet weten dat vorig jaar augustus al een heel sterke maand was met de blockbuster Oppenheimer. En ik denk dus dat het wel aangeeft dat we aan de vooravond staan van een sterke remonte. De beurskoers van Kinepolis heeft daar nog niet op geanticipeerd, maar bijvoorbeeld de beurskoers van het Canadese Cineplex, de nummer 1 in Canada, en je weet dat Kinepolis in Canada de nummer 2 is, heeft daar al wel op gereageerd en staat vandaag al fors hoger. Waarop moet Kinepolis volgens u in de komende kwartalen focussen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat Kinepolis zijn schuldgraad gaat blijven terugdringen. Je gaf terecht aan, de vrije cashflow in het eerste halfjaar was al oké, maar gaat in de tweede jaarhelft nog veel sterker gaan toenemen, gedreven door het betere filmaanbod, door het terugkomen van de bezoekers. En Kinepolis heeft in de komende jaren een aantal schulden die komen te vervallen, een private placement die zij kunnen uit de vrije cashflow genereren in 2025. Maar een grote schuld die komt te vervallen is in 2026. Die zullen zij moeten herfinancieren. En daarvoor is het belangrijk dat Kinepolis zijn net financial debt ten opzichte van EBITDA-ratio, dat ze die fors gaan terugdringen om de kost van die herfinanciering zo laag mogelijk te houden. Oké, dank u. En waarop is uw koersdoel gebaseerd, Guy? We maken dus schattingen voor Kinepolis die gebaseerd zijn op het filmaanbod die we kennen voor de komende jaren. We gaan er dan ook vanuit dat Kinepolis toch wel een zeer sterk tweede jaarhelft kent en dat we teruggaan naar 38 miljoen bezoekers in de jaren 2026, 2027. We maken dan ook extrapolaties voor zowel de box office, dat is eigenlijk de ticketinkomsten van Kinepolis, als voor de in-theater sales. Dat is eigenlijk de consumptie van de popcorn en de cola's. En zoals je hier ziet, gemiddeld gezien was in 2019 de spend €3,9 per bezoeker. In dit jaar gaat dat oplopen tot €5,5 per bezoeker. We nemen in ons model niet echt een gelijkaardige groei door. We gaan tot aan €5,65 spenderen per bezoeker tegen 2027. Dus dat is eigenlijk gewoon met de inflatie mee. Terwijl dat we er toch wel van uitgaan dat Kinepolis er altijd wel in slaagt om zijn gemiddelde spend per bezoeker te doen toenemen. Onder andere door het aanbieden van hogere kwaliteit. En ik had dat voorbeeld van de sushi al gegeven. Dus Kinepolis gaat er ook continu in blijven slagen om ja, de totale kost te spreiden over meer bezoekers, waarop dat de EBITDA per bezoeker gaat toenemen. En deze slide geeft aan dat Kinepolis er ook in ons model erin zal inslagen om tegen eind 2025, eind 2026 zijn net financial debt ten opzichte van de EBITDA, om die terug te dringen tot de ratio's van 1,6 à 1, wat het echt wel interessant gaat maken in aanloop naar de herfinanciering van hun schulden. We hebben al deze data dan in ons discounted cashflow model gegooid en dan komen wij tot een koersdoel van €50 per aandeel. Ook niet oninteressant is om te weten dat Kinepolis bijna 80% van zijn stoeltjes in Europa in bezit heeft. In totaal over de 53% van alle stoeltjes wereldwijd. Zij bezitten dus heel wat vastgoed. We rekenen daarop dat dat ongeveer tussen de 800 en de 1,2 miljard euro betekent. Dus dat is toch wel een echte buffer onder de koers van Kinepolis. Dat is dan ook een reden waarom dat we Kinepolis recent opgenomen hebben in onze dynamische topiclijst. Bedankt Guy voor al die boeiende inzichten. Ik heb onthouden dat het filmaanbod heel belangrijk is voor een Kinepolis. Dat ze een management hebben, niet familiaal, maar dat de familie zorgt voor een topmanagement. En ik heb ook onthouden dat je de snoepafdeling niet kunt voorbijgaan zonder een zakje snoep mee te nemen. Bedankt voor al uw inzichten en beste luisteraars, graag tot een volgende video. Bedankt.